Tijdens het rooien en inschuren ontstaan er wondjes op de aardappel. Het is zaak dat deze wondjes dus zo snel mogelijk laten helen. Als er een wond op een aardappel zit, heb je dus kans op gewichtsverlies en dat de ziektes de kans krijgen om die aardappel ziek te maken. Warme aardappelen die wond heel snel dan koude aardappelen. Dus bijvoorbeeld warme aardappelen van een graad of 18 die wond helen in 14 dagen. Een aardappel van 12 graden die is pas na 4 weken is de wondheling oké. Okay. Dus het is zaak om aardappelen op te warmen naar een graad of 15, 16 om dus de wondheling zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.